Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 64 hier in Japan. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan recht op het i'tje, klik daarop en dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van misschien wel de beslissende aflevering in Japan. Want we kunnen vandaag misschien de wereldtitel pakken. De constructeurstitel hebben we al opgehaald in Rusland. De vorige aflevering. En vandaag kan het dus zomaar een dubbel feest gaan worden. Regen aan het einde van de wedstrijd verwacht, dus dat belooft nog wat. Maar eerst dus de kwalificatie. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie in Q1. En ik ga besluiten om een component te laten vervangen. Ik kan je vast verklappen, dat heeft ons geen gridstraffen gekost. Hoe gek dat ook is, want meestal is de auto al in park voor mee. En dan mag je niks aan de auto veranderen, maar dit keer wel, dus we hebben mazzel. In de vorige aflevering hadden we de constructeurstitel binnengehaald. Het kan vandaag zomaar zijn dat we, dat ik dus, de wereldtitel kan binnenhalen. Voor de derde, achtereenvolgende keer volgens mij. Het zou wel heel mooi zijn als dat gebeurt. Maar eerst de kwalificatie zien te overleven, daar ga ik wel van uit. Laatste bocht nemen we wat scherper aan dan normaal om een betere exit te hebben. En we noteren een P3 met een 1.25.0. 3/10 langzamer dan George Russell. En dat blijft ook zo. Verstappen naar P2 op een 10e. Hamilton naar P4 op 4/10. De thuisheld Matsushita had het niet. Q2 en we zijn dus op de softbanden. Omdat er misschien ook regen aankomt aan het einde van de wedstrijd. Maar ook omdat Suzuka voor mij een niet fijn circuit is om op te rijden. Sector 1 verpruts ik altijd. Dus daarom maar op die softe banden. Want als ik op de medium band ga rijden, dan denk ik dat wij geen kans maken. Of niet door kunnen komen naar Q3. Dan Stroll naar P3 met een 1.26.3. We pakken daar een waarschuwing voor de bochtafsnijding. En wij noteren wel een P1 met een 1.25.3. Maar uiteraard is Russell daar sneller gegaan. Een 10e sneller. En ook nog op een compound harder. Dus dat belooft niet zoveel goeds voor Q3 denk ik. Want Russell gaat nu ook op een setje soft rijden. Dus de druk staat daar bij ons in ieder geval volop. Want George hoeft zich nergens zorgen om te maken. Komen we aan bij de laatste paar bochten. Snijden we deze bocht gewoon af om extra tijd te winnen. Het is alleen maar een waarschuwing. Dus dat geeft helemaal niks. En we pakken voorlopig geen pole position. P2. Achter Verstappen. Dat had ik niet verwacht. En Russell zoals gewoonlijk naar de pole position. Dit wordt onze laatste run in Q3. Kijken of dat misschien wel de pole gaat opleveren. Groen bij de delta, dus dat is heel goed. Groen in sector 1 en 2. Ik denk dat dat geen pole position wordt. Want anders hadden we paars moeten rijden. We maken ook een klein foutje bij de exit. Dat gaat ons tijd inleveren. En het wordt een P2 op 2/10 van George Russell. Dat is geen pole position. En Russell is gewoon nog 2/10 harder gegaan. 4/10 is het gat naar George Russell. En George start ook nog op een andere compound dan de rest. Dus dat belooft niet zoveel goed. Of het moet helemaal misgaan met de strategie. Maar goed, dat is voor later. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Ja, dat wordt hopelijk zeker een goede kans in de wedstrijd. Aan het einde van de race kan er nog regen vallen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Misschien wel voor de beslissende aflevering voor het kampioenschap. Dat we die vandaag kunnen
prolongeren. De dubbel kunnen we misschien vandaag gaan pakken. Dus laten we beginnen voor carrière aflevering 64 hier in Japan. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Isa Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix? A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles, and it's the only time during the season that we race on a figure of eight racetrack. The drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. And keep an eye out for overtakes going into the final chicane. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about the professor. They come into this race with a healthy championship lead. I don't want to say the title race is over, but surely it's going to take something special or catastrophic to change the outcome at this point. Let's not get too ahead of ourselves, Crofty. Yes, it looks like a big lead, but all it takes is a locked brake into turn one, a sticky wheel nut in the pit stop, and that could all get turned on its head. You can never discount one more sting in the tail. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. George Russell will begin today's event from pole position, and the professor completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Pierre Gasly, and Albon, Leclerc, Sainz, Norris, and Esteban Ocon, Stroll, Perez, Sebastian Vettel, and Kvyat, Magnussen, Delatraz, Nobuharu Matsushita, and Antonio Giovinazzi. Latifi, De Vries, Ireland, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. We moeten deze vorm dus blijven zien vast te houden. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te gaan binnenhalen. Medium hard is de strategie. Aan het einde van de race kan het nog gaan regenen, dus daar moeten we ook voor oppassen. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 64 hier in Japan. Daar gaan we dan voor deze beslissende aflevering. Misschien wel voor het wereldkampioenschap van seizoen 5. De lampen gaan aan voor de grootprijs van Japan. En we zijn onderweg. En Russell is slecht weg. Dat komt vanwege die mediumband. Verstappen naar P3. Wij dus aan de leiding in de eerste bocht. Maken wel een kleine fout. En Russell kan misschien terugkomen. Maar wij duwen hem daar een beetje wijd. En P1 is nu echt van ons. Dat is goed om te zien. Russell doorverwezen naar P2. Ze kwam slecht weg bij de start. En wij profiteren daar optimaal van. Dat is goed om te zien. Dan moeten we dit dus niet vasthouden. Maar je weet dat George Russell niet opgeeft. En Russell is gewoon bloedsnel in onze auto. Dus ik denk dat we hem ook voor seizoen 6 gaan behouden. Langzittende teamgenoot ooit in carrière mode waar ik in deelnam. En Russell gaat dan onze vijfde seizoen in voor ons team. Maakte daar een klein foutje. Russell keek daar aan die binnenkant. Het is daar geel en nu weer groen vanwege de opstopping die daar is plaatsgevonden in de hairpin. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als Russell daar misschien kijkt. Russell kijkt daar voor een aanval, maar wij duwen hem daar op het gras, raken elkaar wel, maar we houden elkaar in leven. Dat is goed om te zien. We zitten paars in sector 1 neer, snelst van allemaal in die eerste sector. Schiet er daar een klein beetje door en Russell kan misschien aanvallen. Hij kon daar wel naar ons toe rijden, maar niet echt aanvallen, dus angst om niks eigenlijk. Verstappen naar P3, Albon naar P4, Hamilton naar P5. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Een ronde later maken een klein foutje. En Russell zit er al gelijk bovenop. Maar wij duwen hem richting het gras. Zit daar wel aan die buitenkant van ons. Hij schiet een klein beetje door. Russell kan daarvan profiteren. Nee, ook Lewis Hamilton profiteert daarvan niet. Maar het is wel spannend aan het worden voor de leiding in de wedstrijd. Dat komt omdat Suzuka gewoon niet onze baan is. Wij presteren daar niet zo goed op. We zijn daar gewoon veel langzamer dan de AI. Dat is gewoon een feit. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Weer een ronde later. En maken daar weer bijna dezelfde fout. Kruisen daar richting George Russell zijn lijn toe. Moeten daar helaas op het gas. Schieten daar rechtdoor. En Russell kan profiteren. En is naar de leiding gegaan. In de grote prijs van Japan. Wij proberen zo snel mogelijk terug te komen bij onze teamgenoot.
Maar dat kan niet, want wij kunnen hier niet aanvallen. We moeten hem even laten gaan, ook vanwege de dirty air die er plaats speelt. En Russell rijdt al wat van ons weg. Dat gat is 14e ongeveer. We komen wel dichter bij hem vanwege zijn slipstream. We hebben hier ook IRS. We hebben Ritmix, groene sector 1, een tiende sneller. Zit hier enorm dicht op Russell. Kijken hier aan die binnenkant. Laten hem staan en weer P1 is van ons. Dat is goed om te zien. Dan gaan we ronde nummer 5 alweer in. En zijn 2/10 langzamer. Albon zet de snelste tijd neer met een 1.30.3. Groene vlag, er is iets gebeurd in sector 2. Je ziet er weer een klein beetje door. Nieuwe strategie is beschikbaar. Ronde nummer 10 naar de mediumband. En Sebastian Vettel is uitgevallen in de wedstrijd in Japan. Pakt 0 punten voor zijn team van Ferrari. Enige overgebleven Ferrari-coureur heet Charles Leclerc. Russell zit wel dicht op ons. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. En Russell zet nog steeds die druk erop. Valt via de buitenkant aan. Kan hier dan achterlangs kruisen. Doet hij ook. Maar we hebben een betere exit. En Russell is er nog niet voorbij. Een mooi gevecht om de leiding in de wedstrijd. En de rest kan alleen maar volgen. Dat is het. Verstappen kan volgen. Albon kan volgen. Iedereen kan volgen. En die zien gewoon hoe ik en Russell knokken voor het wereldkampioenschap en de overwinning. Als het zo blijft, leiden dus de grote prijs. Dat betekent dat wij wereldkampioen zijn in seizoen 5. Maak daar een klein foutje. En Russell zit via mijn buitenkant te kijken. Kruist dan mooi naar die binnenkant toe. Russell zit ernaast. Maar we houden ons voetpedaal, ons gaspedaal, houden we in. We maken daardoor wel een klein foutje. Russell gaat gewoon via het gas een omweg kiezen. Zit daar via de buitenkant. Wij remmen wat later, laten hem hier uitrollen. Duwen hem daarbij en Verstappen profiteert. En is naar P2 gegaan in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Er zijn nog 22 rondes te gaan en Verstappen kan hier ook gelijk aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. Maar dat laten wij niet toe. Ik denk dat wij achteraf nog een woordje te horen krijgen van George, wat hij daar nog van vond. Maar ja, het is wat het is. Verstappen keek, maar wij deden een defensieve actie. En Max kan er niet voorbij. Rijdt ook op de mediumband. Wij schieten hier wel een klein beetje door. We prutsen daarmee onze exit. Maar we duwen Max daarbij. En daardoor heeft Max misschien ook een slechtere exit. Wat betekent dat George Russell misschien kan aanvallen. De pitwindow is open. Dus dat belooft nog wat. Verstappen nog steeds achter ons. We hebben het hier heel lastig bij die S-secties. Dat is gewoon niet ons goede punt van het circuit. Maak daar weer een klein foutje. Verstappen! Toucheert daar ons via de zijkant. Bracht daar ons in een halve spin. En Verstappen heeft zijn voorvleugel beschadigd. Maar wij hebben de auto mooi onder controle gehouden. Geen schade gereden. En vallen hier al gelijk Verstappen terug aan. Laat inremmen bij de Nederlander. Verstappen kan terugkruisen. Doet hij ook. We raken de Nederlander. Maar hebben geen schade aan de voorvleugel. Wij duwen Verstappen daar ook mooi wijd. We krijgen wel een waarschuwing daarvoor. Maar dat geeft helemaal niks. En Russell is terug naar waar hij hoort, P2. Ziet wel een klein beetje door, Russell zelfs naar P1. Oh George, wat doe je, wat doe je? Was daar even langzaam op de exit. En tegen mijn team bevestig ik dat ik naar binnen ga aan het einde van deze ronde. Russell is hier misschien wel gezien. We kijken mooi via die buitenkant, remmen laat naar George. Laten hem hier staan, laten hem ook uitrollen. En weer P1 is van ons. En we gaan nog niet naar binnen. Verstappen gaat wel naar binnen. Albon duikt ook naar binnen. En Russell zit weer achter ons in ronde nummer 11. We gooien onze overtakenknop aan. Wat betekent dat we extra vermogen hebben. En dat we harder kunnen gaan pushen. Einde ronde nummer 11. Vind ik het wel mooi geweest. We gaan niet voor een nieuwe neus. Want dat kost ons alleen maar tijd.
Waar komen wij terecht? Dat is de vraag. Hopelijk toch niet in de verkeer, want dat gaat ons pijn doen. Want op Suzuka kan je niet zo makkelijk inhalen namelijk. 2,6. Had wat sneller gekund, maar goed. Daar kan ik niks aan doen. En we komen mooi voor Carlos Sainz de baan op. Dat is goed om te zien. Nog 15 ronden te gaan en dan zit deze grote prijs er alweer op. Paars in sector 2 aan het einde van ronde nummer 12. Lewis Hamilton rijdt door, Russell is naar binnen gedoken. Hamilton is volgens mij naar die harde band gegaan. En dat wordt heel spannend met George Russell. We rijden daar iets te wijd, krijgen een track limit waarschuwing aan onze broek. Maar dat is geen probleem, want we pakken George Russell mooi via die buitenkant. De undercut heeft gewerkt, want wij zijn eerder naar binnen gegaan dan George Russell. Dus dat is heel goed om te zien. Maar nu zit wel George Russell achter ons. Op een hardere compound, maar wel op een versere compound. En Russell profiteert misschien van mijn fout die ik daar deed. Maar kan niet aanrollen. Wij blokkeren onze linker voorband. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. En Lewis Hamilton is gewoon van ons weggereden. Het gat is 2,1 seconden. En als het zo eindigt, winnen wij voor het eerst geen grote prijs in seizoen 5. Russell kijkt via die buitenkant. Zit daar ook via die buitenkant. We moeten hem daar laten leven, want het is onze teamgenoot. Maar pakken hem mooi terug in 130R. We moeten ook flink pushen, omdat we Lewis Hamilton nog bij moeten houden. Dus we gaan veel van onze banden vragen deze wedstrijd. We zitten in ronde nummer 17. Nog 10 ronden te gaan in de wedstrijd. De lucht is ook al wat bewolkt te gaan worden. Dat geeft misschien een indicatie af dat het zometeen wel gaat regenen. We zitten in ronde nummer 19, twee ronden later. Flink donkerder geworden. Russell profiteert daar misschien van mijn fout, maar kan niet aanvallen, want wij blokkeren hem. En hij moet nog even geduld hebben. We zien Hamilton nog steeds voor ons rijden. Dat gat is 1,8 seconden, 1,7 seconden. Dat willen we richting de 1 seconde brengen, want dan hebben wij DRS namelijk. Paars in sector 3, maar 55.000ste langzamer dan onze beste tijd. Dus dat moet beter kunnen. En we gaan nu de druk naar Lewis Hamilton zien te verbeteren. Want ik denk dat die harde banden eraan gaan. Het regent hier in Suzuka en Hamilton heeft last van een achterblijven. Dat is Callum Ilott die Hamilton heeft opgehouden. Wij kunnen daarvan profiteren. Remmen heel laat naar de Brit. Maar P1 is van ons. Dat is uitstekend werk gedaan. Krijgen een waarschuwing vanwege de toucheren met Lewis Hamilton. Maar Callum Ilott heeft hier ons even een grote dienst bewezen door Lewis Hamilton op te houden. Dat is uitstekend werk wat hij heeft gedaan. En daar ben ik best wel blij mee dat hij dat heeft gedaan. We hebben wel een volvleugelschade gereden, maar dat geeft niks. Er zijn nog 300 te gaan in de wedstrijd. En die harde band die heeft er denk ik wel voor gezien. Die is denk ik aan het einde toe. Want Hamilton kan niet terug aanvallen bij ons. Perez uitgevallen in de wedstrijd. De safety car is op de baan geroepen. En wij blijven op het circuit. Waar is de safety car? Die is nu bij sector 1. Een Haas rijdt daar nog voor ons. Dat is volgens mij Romain Grosjean die daar rijdt. Ja, daar heb je de safety car. Daar heb je Romain Grosjean. En we mogen Grosjean passeren. En Grosjean is nu weer fysiek aanwezig. Oh, oké. Had ik niet verwacht. Hoorde je even mijn twijfel in mijn stem? Grosjean zit voor Lewis Hamilton. Wat betekent een achterblijver zit voor P2. Dat is uitstekend, terwijl de safety car al gelijk weer naar binnen is gedoken in dezelfde ronde dat hij uit was. Een hele korte safety car fase. En wij mogen nu met nog 200 te gaan het tempo gaan bepalen richting start-finish in ronde nummer 25 van de wedstrijd.
Het gaat dus ronde nummer 26 worden en Romain Grosjean kan hier misschien een cruciale rol gaan spelen bij de herstart. Wij gaan heel langzaam, heel langzaam te pas. Dankjewel, daar heb ik het woord. Beetje wielspin op de exit, maar we zijn los in de regen. Ja, want het regent hier, terwijl het dak kraakt. Leuk om te horen dat dat zo gebeurt. Ja, het dak is namelijk van hout, dus ja, als de zon erop staat, dan hoor je dat. Maar goed, terug naar de aflevering. We zijn in de ene laatste ronde aanbeland. Het regent hier en Grosjean houdt Hamilton op. Maar Grosjean is, ja, heeft hij alweer voorbij gelaten. En wij moeten nu deze laatste ronde zien te overleven. Sorry, ene laatste ronde zien te overleven. Momentje wielspin op de exit. De laatste ronde gaat lopen voor deze grote prijs. Als het zo eindigt, dan zijn wij wereldkampioen geworden in seizoen 5. Hebben tot nu toe alle grote prijzen gewonnen. Ik dacht even dat daar vandaag een eind aan kwam, omdat Lewis Hamilton een andere strategie deed dan de rest. Maar toen kwam een achterblijver in de buurt en daar profiteerden wij optimaal van. Dus we mogen van geluk spreken. We hebben een engeltje op onze schouders. Pakken ook de snelste racerondepunt. Dat is uitstekend gedaan. En dan moeten we alleen nog even deze ronde zien af te maken. En dan gaat het feest beginnen aan mijn kant van de garage. Daar zijn we dan bij de laatste paar bochten in Suzuka. Russell naar P3. Jammer, ik had hem liever naar P2 gezien. Hamilton naar het podium voor het eerst sinds een aantal grote prijzen. En pakt hij dus weer een podium voor Mercedes. Maar het feest is van ons. Want wij zijn officieel wereldkampioen geworden in seizoen 5. We zijn een drievoudig wereldkampioen in My Team Career Mode. Ongelooflijk. En ik ga ons opmaken voor de volgende aflevering in Mexico volgens mij. Of in de Verenigde Staten. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus de grote prijs van Japan, pakken ook de snelste regelpunt. Hamilton naar P2, Russell naar P3, Magnussen krijgt driver of the day, zeer terecht. En Russell zal wel gefrustreerd zijn, want hij verliest gewoon twee plekken waar hij oorspronkelijk startte. Kampioenschap bij de coureurs. Ja, wij zijn dus wereldkampioen bij de coureurs en de constructeurs. Twee uitvallers, Perez en Vettel. En Grosjean en Aylet op een ronde gezet. 125 punten verschil naar Russell en 290 punten verschil naar Mercedes. Dat betekent dat beide kampioenschappen binnen zijn. Dus we gaan een mooi feestje ervan gaan maken. Ja, super gedaan. Super gedaan. Het hele seizoen lang. Telkens gewonnen. Zie dat maar eens even na te doen. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, beloon het dan met een dislike. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Grimmel content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Grimmel. Ga verder in de Verenigde Staten.